Hallo kijkers van Shine Sprites, ook mijn gloednieuwe aflevering van Harry Potter en de gevangenen van Azkaban PC game met Rusty. Ja, hallo mensen, hallo. Het is je vader om hier te zijn met Milan. Ja, dat vind ik lief om te horen. Ja, alleen het wordt nu wel spannend mensen, want ja, het is nu de vraag. Wie als eerste de laatste kaarten vindt. Ondanks dat Milan wel een grote voorsprong heeft. Ik heb een groot voorsprong. Het enige probleem is wel, ik heb geen idee. Hij heeft geen idee waar de laatste liggen. Dus mensen, ik maak nog gewoon een kans. Oh, ik ben hier nou alleen met Harry. Dat is wel fijn. Inderdaad, gewoon nog een kans. Nee, ik heb nou 41 kaartjes. Dus ik ben nou eventjes al die portretten eventjes aan het afgaan. Nou ja, ja. Daar haal je er ook heel veel van binnen. Oh, kijk, die zijn altijd handig, die popoetaatjes. Waarom heb ik er zoveel? Ik heb er 310. Waarom heb ik er zoveel? Je hebt veel opgepakt. Kijk, ik heb, ik heb er 43 kaarten zelfs. Oh, hij loog gewoon tegen mij. Ja, sorry Milan, het is bij me. Ik had het liever niet willen doen, maar ik wist ook niet dat ik er zoveel. Maar je deed het. Kijk, kan jullie nou wel allemaal afschieten? Hè? Ze kunnen hun spreuk afvuren. Dat heeft even geduurd. Oh nee, niet dat, Harry. Dat betekent dat ik gewoon lekker op deze kan gaan schieten. Deze. Oh. Zo. De Polso. Zou wel een winst. Nou, ik heb de Polso eindelijk gedaan. Voor 4 smackies. Yeah, 4 smackies. Ja, dikke winst. Tel uit je winst. Dat was de moeite. Oh, oké, Harry. Wat heb je... ja, je even ook even verteld. Oh ja, ik begin in te lopen, Milan. Ik heb er nu 45. Je bent goed bezig, jongeman. En... Oké, waarom zit hier een safeboek? Dat is wel een mooie plek voor een safeboek, trouwens. Hallo, Homora. Kut. Milan, doe voorzichtig in. Oh jee, wat is Milan helemaal aan het doen? Ik viel naar beneden en dat moet blijkbaar niet in deze game. Ja, het ligt eraan waar je naar beneden valt. Ergens waar je niet naar beneden moet vallen. Oh jee. Hallo professor, ik kom heel ekkers je kantoor even kapot maken. Oké, de professor heeft hier niks. Ja, ik ben ook even voor zekerheid alle klaslokalen aan het checken. Want dat bleek in de vorige mijn laatste te liggen. Dus, Nou, dan is het misschien wel slim. Daarom, dus ik... ja, ik heb voor de zekerheid. Kan geen kwaad, hè, voor de zekerheid even checken. Nee, daarom, dat kan nooit kwaad. Doen ze ook wel check, check, double, double check. Check. Dat is nou jammer. Nice, oké. Okay. Oké, okay, dan gaan wij eens eventjes kijken op tijd. Oh, ik word aangevallen door boeken. Dat moeten we niet hebben. Nee, ik moet zeggen, ik ben nog niet eens bezig met dat element, de laatste. Oh, kijk. We have found another secret. A secret? Met... Oh, ik begin hier echt Timber of Secrets vibe van te krijgen. Want ieder geheim wat ik vind, heeft hier ook alleen maar smackies. Jee. Ja, maar dat is niet erg. Wel, dat vind ik wel.
Oh, die had ik blijkbaar al. Oké, okay, dan gaan we deze even openen. Kijk, hallo professor Fitwick. Hallo. Jij hebt volgens mij nog een kaartje voor mij. Dat klopt, ja. Nee, hij heeft hier ook niks. Ja. Ja, dan gaan we hier rechts naar binnen. Want ja, hier hebben we weer zo'n portretje waarvan ik het wachtwoord heb. En we zijn weer met Harry alleen. Gezellig. Ja, ik vertrouw het af en toe niet als ik alleen ben met Harry hier. Dan betekent volgens mij dat er ergens een glaasje stukje komt. Ja, dat kan de game niet handelen. Nee, daarom dus. Dat was zo. Oh, fijn. Zijn jullie hier ook weer? Ja, ik heb het niet over die vuursalamanders. Ik heb het over die dingen waarvan je dingen moet smijten. Ja, die ja. Het. Die kan ik altijd wel gebruiken. Die pompoentaartjes. Ik heb liever ketelkoekjes, want dan moet je die wachtwoorden van kopen. Oh, hi. Hi. Doe me niks. Doe me wel wat. Nee. Doe me niks. Ik doe jullie niks als jullie mij ook niks doen. Hartstikke idee. Kijk, ketelkoek. Kijk. En we hebben weer een kaartje erbij. Lekker bezig. Ja, ik zit nou op 47. Goed bezig. Ja. De Pulso. Ik hoor alleen maar alle omhoog aan de Pulso. Dat is deze vaak als combinatie. Niet goed dit. Oh, ik ga trouwens lekker dit doen. Ik ga tegen het boek vechten. Ja, dat moet ik ook nog doen. Ja, tegen het grote boek, maar daar ben je binnen 3 minuten mee klaar. Die is super simpel. Ja, daarom, maar dan heb ik toch weer 5 kaartjes erbij. Ja. Zo heel ver loop je helemaal niet achter, hoor. Nee, daarom, dus... Zo, dat was de eerste. Oh, natuurlijk, ja. Dat is ook nog zo. Ja, het boek is wel echt makkelijk. Zo, dat was er weer een. Nee, dit boek is echt heel makkelijk, Milan. Daar heb je zeker gelijk in. Heb ik daar gelijk in? Ja, daar heb jij gelijk in. Zo, dat was nummer 3. Zo, nog maar 30 te gaan. Help het aan. Ja, we beginnen langzaam in te lopen. Nou, dan is weer het boek klaar. Volgens mij moet ik nog 1 keer. Ja, jeptee. Oh, op de laatste verliest hij wel heel weinig AP. Ja, dan moet je veel spreuken doen voordat je dat haalt. Ja, komt goed. We hebben de tijd. Zo, het boek is klaar. Zo. Dit hebben we ook weer mooi gehaald. Oh, Hermeline pakt even alle showkickers. Dat is altijd handig. Nou moet ik alleen nog even het portret vinden met al die wachtwoorden erin. Oh, hier is er een. Oh, jezus.
Oh, alsjeblieft, ga niet bukken. De puls zo, anders heb ik echt een probleem. Daar hebben we geen zin in. Nee, ik zit nou bij heel veel standbeelden waarbij je met z'n drieën de pulsen moet gaan doen. Mm-hmm. Ja, als het dan gaat bukken, dan heb ik wel echt een probleem. Oh? Oké, en wat hebben we hier? Oh. Serieus? Ah. Oeh, dat is heel veel ketelkoek. Dat kan ik altijd wel gebruiken. Voor de laatste wachtwoordje. Zo. En we hebben een Fred en George en dan zitten we helemaal goed. Op de pulso. Hoe ben ik nou weer hier? Yo, McGonagall, heb jij toevallig kistjes hier? Nee, oké. Okay. Maggie G heeft ook geen kistjes in haar klaslokaal. Maggie G heeft ook geen kistjes? Nee, ik heb eventjes voor je gecheckt, maar die heeft helaas geen kistjes. Altijd die Maggie G is zonder kistjes. Ja, het is niet meer te doen, hè. Wat doet ze aan met haar leven? Helemaal niks. Ja, daarom. Je hebt er niks aan. Dan gaan we even terug naar Fred en George. Nee, ik wil niet naar jou toe komen. Ik vind jou eng. Wow. Ja, nee, zo'n gast die zegt, yo Harry, wil je ruilen? Dan, nee, ik vind hem eng. Wat een haat. Ja, dus. Nee, hoe zeg ik, moet eerst even de laatste wachtwoordjes kopen, want dan, kijken, 25 ketelkoekjes, ja. Wat dit? Oh, fijn. Maar je zei net dat ik een 46 had. Hallo. Ik word genaaid door een systeem. Ja, zo zijn systemen. Ah. Iets doe je. We lopen in. Ik heb 54 kaartjes. We lopen in. Hebben ze nog steeds hetzelfde wachtwoord, Jaf? Dik me. Waar gaat dit dan weer heen? Oh, het gaat naar de kerkers. Een troll in de kerkers. Zo. Lumos bord. Geheim gevonden. Vier smaggies. Smaggies. Nee, ja, dat. Ja, maar ja, voor vier, daar doe ik het niet voor. Oh. Ja, van hetzelfde. Heb ik van deze het wachtwoord? Wauw, het is gewoon letterlijk gezondheid in Duits. Gezondheid. Ja. Zo. Ah, ik heb liever ketenkoekjes. Ik moet nog één wachtwoord kopen. Oké, deze heeft het stuitereffect gevonden. Niet het stuitereffect. Ja, die zit fanatiek te stuiteren hier. Dat is voor uw schildpadje. Dus, dat mag ik wel. Dankjewel. Oh, nou snap ik al waarom het fout gaat iedere keer. Hij raakt iedere keer de poort. Je wil ook niet de poort raken. Nee. Ja, in ieder geval dat bruggetje voordat ze naar beneden flikkeren. Oh, ik wil wel alles hebben. En wat hebben we hier?
Hey, deze gaat opnieuw dicht. Kijk, op twee keer de koekjes en een kaartje. Oh, dit is al niet goed als hier een safeboek ligt. Vertrouw jij safeboeken niet? Nou, ik vertrouw ze wel, maar meestal niet de uitdagingen die erna komen. Oh. Want ik mag nou, ik weet niet wat het allemaal is, maar ik mag nu van alles doen. Met Spongify en kistjes. Ja, geef mij alles. Alles geef mij. Oké. Ja, die moest ze maar vaker geven. Ik moet nog 3 ketelkoekjes en dan kan ik de laatste wachtwoord kopen. Ah, nee. Waarom moest ik die kistjes nou ook openen? Omdat jij zo nieuwsgierig aagje bent. Ja, nee, maar er zitten pixies in. Dus je haat pixies, wou je zeggen? Ja. Oké. Okay. In dit geval wel, Nou, als ik het stuk nou opnieuw doe, dan krijg ik ketelkoekjes en alles. Daar zeg ik nooit nee tegen. Och, weer tegen die imps. Oh, hi, jongens, Aline. Zo, kijk, ik mag weer naar Fred en George toe. Daar houden we van. Ja, dan ga ik even de laatste wachtwoord kopen. En dat is altijd handig. Dat kan best wel eens handig zijn, ja. Ja. Als we het laatste wachtwoord hebben, dan... dan komen we al een heel eind in de buurt bij Milan. Zo, hoppatee. Die hebben wij ook eventjes gekocht in. Hoppatee. Milan, hoeveel kaarten moet jij nog? 8 of 9, denk ik. Ik moet er nou nog 20. Nice. Nee, ik moet een paar dingen opnieuw doen om kaarten te kunnen halen, namelijk. Ah. Ja. Paar uitdagingen. Oh ja, nee, dat... Misschien heb jij dat ook nog wel. Ja, wie weet. Ik ga eerst even hier al van het ding rondkijken. Zo, en we hebben weer pixies. Oké. Okay. Oké. Oké, maar... Oh, ik wil zeggen, daarvoor moet dat toch open. Oh, hier, dat also. Oh, dat gaat weer, brengt mij dan weer hier naartoe. Altijd maar weer die geheimen, joh. Hond, vuur mee. Oké, okay, die prijs waardeer ik altijd met zoveel dingetjes. En nu is nog de vraag, hoe krijg ik dit open? Oh, ik word nu aangevallen weer door boeken. Dit, De polso, ja. Zo. Oh. Harry, laat eventjes de andere twee ook mee schieten voordat je afvuurt. En dan komt het aan. Ja. Zo, dit hebben we ook weer gehad. Fortuna Major.
Ja. Oh, jij bent bij de leerlingenkamer. Ja, waarom weet ik even niet meer? Ja, ik zeg, je gaf toevallig wens van toen naar Major, dus... Hallo, Homura. De Palso. Pontify. Oh, heel veel ketenkoekjes. Pontify, de Palso. Niet. Oeh, heel veel ketenkoekjes. Oh ja, tuurlijk. De Pulso, de Pulso. Die Pulso? Ja, ik ben nu tegen Boek aan het vechten, dus... Oh? Oké, ik schrik me dood. Ik versla die boeken gelijk. Die kast die ik opende voor een kaartje, die schiet gelijk van alles uit. Maar ja... We hebben er weer een kaartje bij. Oh. Rondkom van die tafel af. Nou, die jongen, die het waanidee af en toe. Die heb ik al gehad. Kijk, die heb ik ook gehad. Kijk, want hier was geen portret of zo, hè? Nee. Kijk, want dit portret hier heb ik al gehad. Ja, die heb ik al gehad. Oh, en hier ben ik weer terug beneden, oké. Okay. Oeh, nog maar 15 te gaan. Oké, okay, als het aangezien het nou niet meer gebukt is, hoppatee. Kijk, goed zo. Dan nog eens even in de kerk eens kijken. Even kijken, want daar ben ik geweest, daar ben ik geweest. Nou, dan gaan we nu eens gewoon geheim zoeken. Ik heb elk portret gehad. Mensen, we beginnen lekker in te lopen op Milan. Ik heb er nu 67. Maat. Kijk, want die heb ik gehad. Ja.
Eens even kijken. Ik heb één soort heb ik nog niet. Of klopt dat? Ja, ik heb één soort heb ik nog niet. Hoe kan dat nou? Ja, nee, dat weet ik ook niet. Eén soort heb ik nog niet. Nou, het kan welke, ook zijn dat... Kan je ook zien welke kaarten jij nog mist? Nee. Ja, ik kan wel zien welke, wat voor soort. Ik mis er één van de vleermuis. Één van de maan. Vier sterren en ja, natuurlijk dan dat draakje. Dat, ja. Eén van de vleermuis, die is in de Carpere Tractum. Oh. Ik mis er nog één van de sterren, maar die weet ik even niet hoe ik die moet krijgen. Ja, dan, deze aflevering duurt ook al 26 minuten zeer. Ja, zeker. Wat is het leusjes? Nou, ik heb nu 70 kaarten, Milan. Maat, je bent me zo aan het inhalen. Dat je zo wil winnen. Oh, wat? Dat ik wil winnen door jou in te halen? Ja, dat wil ik graag zelfs. Valspelerij. Ja, joh. Oeh. Ik ga het echt mooi vinden als ik ineens, tegen jou ga zeggen, Milan, ik heb ze. Oh, dan wil ik al een reactie willen horen. Ja, dat zou ik boos worden. Ja, want ik heb er nu 72. Wat? Wow. Ja, ik heb ster moet ik er nog één. Draakje moet ik er nog één. En ik moet er nog één van de vampier. Maar dan weet ik dus niet welke soort ik dan nog mis. Fucky tappie. Nou, ik mag nog acht moet ik nog... Beetje jammer dit. Nee, wel nee, joh. Kijk, dit kan ik niet meer betoveren, dus... Oh, die wel. Even kijken, want hier kan ik zien... Oh, ik heb al 6 van de 6 geheimen buiten. Oké, okay, top. Dan gaan wij eens even binnen kijken. Kijk, hier heb ik er twee. Oké, hier heb ik er blijkbaar 2 van de 4. Nou, daar kan ik wat mee. Nou, nog niet, Ron. Ik wil eerst even al die geheimen vinden. Echt hoor. Ja, joh, die jongen is zo gehaast altijd. Wat een vuile bitch. Ja, precies. Ik denk, deze heb ik al. Oh, dit is een heel groot gebied met 2 van de 4. Wat gebeurde hier nou weer? Wauw. Wat? Wat gebeurt? Ik viel in een ravijn doordat die bukte. Oh. Beetje jammer. Ja, inderdaad.
Ik had hem graag vandaag af willen maken, maar ik denk dat dat niet gaat lukken. Nee, ik denk ook niet dat het hem gaat worden vandaag, Milan. Dus ik denk niet dat het hem gaat lukken, maar of het de volgende keer lukt, dat is ook nog maar de vraag. Jawel, dat gaat wel lukken de volgende keer. Ja, oké, de volgende opneemsessie waarschijnlijk wel, ja. Nee, ik moet zeggen, ik heb nog... Oké, ik heb een geheim gevonden. Camera, dit telt zeker niet als geheim, of wel? Nee, dit telt niet als geheim. Oké, top. Ik dacht serieus, ik heb iets gevonden, maar... Helaas. Fossiel vies tegen. Ja, ik had een Aloe Mora ding gevonden, alleen daar zitten smekjes in. Het telt ook niet als geheim. Dus dat is een beetje jammer. En waarom kan ik jou nog een keer beschieten? Nee, dat... Nee, want je bij de hoofdingang en de trappenzaal heb je 4 geheimen. Alleen dat hele gebied is een, zit het. Yep. Dus het kan overal zitten. Oh, hè? Oh, ik heb het derde geheim gevonden. Nice. Alleen ik, geen smekkies. Ik denk dat we de aflevering moeten beëindigen. Nou, is helemaal goed. Dan ga ik even een safeboekje pakken. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering kan wel zomaar eens de laatste zijn. Misschien de aflevering daarna. Bedankt voor het kijken. Adios. Amigos.